Hey Dennis. Hey Nicky. Dennis, ik weet, jij voelt jezelf altijd vrij belangrijk. Zie jij jezelf ook als een VIP? Vaak wel. Ja. Als je uitgenodigd wordt. Ja, maar ik word best wel vaak uitgenodigd voor dingen. Ja. Dus in dat opzicht wel. Ik heb een hele periode gehad dat we... Dat is even een sidestep, maar dat we op het werk hadden we dan een VIP-box in de Ziggo Dome, zo'n VIP-ruimte. En ben ik 2 jaar lang... Of naar elk concert gegaan. 3 jaar lang naar elk concert gegaan, non-stop. En toen ging ik daarna, een keer had ik echt zelf een kaartje gekocht. En dan zit je dus gewoon in de zaal op zo'n stoel. Oh, wat erg. Dat blijkt dus, daar zitten helemaal geen bekerhouders in. Oh, dan krijg je een plastic bekertje. Oh. En dan moet je zelf vasthouden of op de grond zetten. Dat is super onhandig. Armoe. Nou, dat moet je vooral niet in een park hebben natuurlijk. Nee, je wil in de watten gelegd worden eigenlijk. Ja, want daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan vandaag bespreken de VIP Experience die wordt aangeboden in Universal Studios Hollywood. Ja. Wat steeds meer gepromoot wordt. Ja, wat bekende ja, steeds van ons, meer, steeds meer reclame. En toen hebben we eigenlijk gezegd dat er 2 man zijn geweest, de prins en de pauper, die ook samen die tour hebben gedaan. Of nou, niet samen die tour. 1 van die 2 heeft de tour gedaan en die andere niet. En 1 van die 2 dachten we, dat is misschien leuk om met hem is er doorheen te lopen. Wat ervaar je dat nou? Ben je echt een VIP tijdens de Universal Studio Tour? VIP, exclusive, backworld access, premiere party. En ik moet zeggen, deze gast die we vandaag in de show hebben is vrij moeilijk te vinden. Is niet vaak te horen. Nee. In podcasts, laat staan in andere podcasts. Maar nee. We hebben hem kunnen krijgen, Ralf Verhoef. Ralf, welkom. Moet ik al opkomen of niet? Ja, zeker. Oh, sorry. Ja, nee, je verwacht een wel, showtrap van, of zo. Ja, dat verwacht ik een beetje. Ja. Nou goed. Ja, jongens. Ralf, ja, leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Dank je wel. We gaan dit keer niet verticaal. Nou, misschien wel. Weet niet wat je hebt gezien daar. Ja. Ralf, jij bent recent natuurlijk met een fantastische groepsreis. Zijn jullie naar Anaheim geweest voor de Disney trip? Heel even, want we hebben natuurlijk ook mensen die net beginnen met luisteren en die onder een steen leven. Ralf Verhoef, die ken je natuurlijk van de Details podcast. Ralf, je heeft al vaker ook bij ons gezeten. We zijn een keer bij jullie geweest. In zeker. De show om de verschillen te bespreken tussen Universal en Disney. En eigenlijk de dingen wat we waarderen. Aan elkaar. En Ralf heeft een reisbureau samen met Rick en Wil. Florivida organiseert die geweldige reizen naar echt de droombestemmingen, maar voornamelijk ook Florida. En heb je een hele toffe trip gemaakt met jullie luisteraars van Details. Zeker. In de voetsporen van Walt, die je misschien volgend jaar weer gaat maken. Daar komen we later misschien nog wel op. Maar als je echt in de voetsporen van Walt wilde treden, dan moest je natuurlijk naar Universal Studios. Want zoals we al eerder hebben gezegd, it all started with the arbeidsconflict. Dus je moet beginnen op de plek waar Walt ook is begonnen. Het was ook mooi dat jullie eerste foto's Universal. Uit Universal kwamen van jullie terug. Ja, goed hè? Ja, wij kwamen op zaterdag aan en op zondag hadden heel veel van onze deelnemers hadden inderdaad een dag Universal gepland. En wij dus ook. Snap ik. En toen... Always start on a high. Ja, precies. En toen hebben we gelijk het maar breed laten hangen, want we denken van ja, we zijn er nu toch. En dat is wel een beetje het gevaar hoor, van zo'n trip. We zijn er nu toch, dus we doen alles maar gelijk. En, maar goed, ik wil niet het gras voor jullie voeten wegmaaien. Dus, maar dat we een leuke dag in Universal hebben gehad, dat staat buiten kijf. Ja, want de VIP experience bij Universal Studios Hollywood is dat je eigenlijk de attractie beleeft met heel veel voordelen, maar ook heel veel backstage voordelen. Er zitten verschillende dingen in, maar het lijkt ons leuk gewoon om de dag door te nemen zoals jij hem hebt ervaren. Heb je bijvoorbeeld een van de perks is de valet parking of de entree via de VIP entree? Ja. Waren jullie met de bus? Een aantal mensen was met Ubers gegaan. We hadden daar als reisleiding hadden we ook een auto tot onze beschikking. Dus Willem en ik ben samen met Willem geweest. Er kon ergens een kat tussen de deur volgens mij. Oh, wacht, dat gaat goed. Dat is de Upperlot Podcast, is dat? Ja, precies. Dus Willem en ik waren met de auto. We hebben eerst ongeveer een half uur lopen zoeken naar de Valley Park. We waren echt vroeg, hè. Want je moet je het park... We hadden niet alleen de VIP-tour geboekt, maar we hadden ook een keertje de Early Access voor Super Nintendo World geboekt. Oh, ja. Dus wij waren echt takken vroeg ons bed uit. Hop, naar Universal Studios. We denken, nou, we moeten hierheen wel een beetje op de kaart kijken. Waar is de valet parking? Nou, verkeerd. Aan zo'n parkeerwachter vragen. Nee, dan moet je weer helemaal terug. Derde stop ligt links, rechts. En uiteindelijk kwamen we er. Dus wij onze auto afgeven bij de valet. Toen we 1 keer wisten waar het was. Goed, dat ging ook best heel... Dat ging heel, heel soepel. Je krijgt een kaartje mee en vervolgens... laat je auto achter en kon je gewoon lekker naar de ingang toe lopen. En kon je, omdat we dus ook die early access hadden, kon je gewoon het park naar binnen.
Onze tour zou namelijk pas om, moet ik even goed nadenken, ik dacht om 10:30 of om 11:00 starten. Dus we hadden eigenlijk eerst nog 2,5 uur hadden we tijd te doden in het park. Maar het is gelukt. Want even voor de record, als je daar aankomt, waar zit ongeveer de VIP-entree? Als je voor de hoofdpoort staat? Mag je dan echt door de grote gate naar binnen? Of is er een aparte zij, guest-ingang? Ja, er is rechts naast de grote arch is er een klein VIP-ingangetje. Daar kun je je gewoon melden. Klop je even op de deur, laat je ticket zien, mag je naar binnen. Wordt je ticket geregistreerd en dan ga je ook via die ingang het park in. Dus in dat geval ga je dus niet door onder de poort door. Want dat dachten wij eerst dat we dat wel moesten doen. En toen zeiden we, ja, maar waar moeten we ons melden? Toen konden we weer teruglopen om alsnog de zijingang te nemen. Nou, dan word je dan vriendelijk te woord gestaan door zo'n mevrouw die even alle registratiegegevens met je doorneemt, je naam. En die geeft ook de tijd door waarop jij moet terugkomen om voor de tour te melden. En dan krijg je ook al gelijk je Unlimited Express Pass krijg je omgehangen. Dus je kunt dan ook, voordat je tour start, mag je gewoon het park binnen. En heb je al Unlimited Express. Dus dat is super lachen. Dat is wel lekker. Dan ga je gewoon, ja. Kun je dus 2,5 uur kun je gewoon. Ja, het is niet verschrikkelijk groot. 2,5 uur kun je het gewoon het hele park kun je al even kwanten. Dan kun je gewoon maximaal. Op zich wel. Alleen we hadden natuurlijk de early access ook voor Super Nintendo World. Ja. Dat werd overigens heel goed geboekt. Je zag dat heel veel mensen echt al vroeg in de rij stonden om een half uur eerder dan. Ja, dacht een half uur eerder was. Hè? Een half uur was een dat uur die eerder van 20 door in? Toen? Ja, klopt. Ja. Ja, dus dat was heel druk. Het is veel mensen die dat deden, maar je komt prima in één keer door de ingang van Nintendo World. En dan die aparte wereld daar beleven. Dus dat was eigenlijk buiten de VIP-experience, maar omdat je dus die early access had, had je daar toch een soort VIP-ervaring al. Omdat, je zag een heleboel mensen nog bij de poort wachten en jij mocht al naar binnen toe. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, goede deal is dat toch ook wel. Ja, absoluut. En heel slim, want op die manier kunnen ze dat gebied gewoon een keertje extra verkopen. Ja, zo werkt het ook. Ja, ja. En daar zijn we ook bij Universal niet vies van. Ik bedoel, het is niet, zeker. Niet zeker. Alleen Disney die dat doet. Ja. Hey, en dan, want je hebt natuurlijk je hebt Super Nintendo World beleefd. En dan begint eigenlijk echt pas je echte dag. Ik bedoel, Super Nintendo World, dat kennen we. Zullen we anders even starten? We zijn toch Nederlanders? Wat heeft het gekost? Wat moest je? Oh, ja. Heb je het? Wat je moest vooraf reserveren hiervoor? Dit moest je van tevoren boeken. En uit mijn, ik weet het niet exact. Je hebt heel snel gedrukt, denk ik, op enter. Willem heeft geregeld, heeft het wel gezegd. En ik heb volgens mij met mijn ogen en mijn oren dicht gezegd, doe maar. Ja. Uit mijn hoofd was het rond de €250. Dacht nee, het was €349. Niet. Echt waar. Ik heb mijn geld teruggevraagd. Dat Willem een tikkie heeft gestuurd en dat jij gewoon ook zijkaart hebt betaald. Zoveel? Ja. Het was maar 15'tjes. Ja, maar dat is inclusief entree. Hè? Dus waarschijnlijk heb je €250 betaald voor de tour, plus dan misschien 129 voor de entree voor het park. Ik denk dat je het daar goed bij hebt. Slordig dat ik dat normaal gesproken ben, ik daar heel erg van dat ik het allemaal weet. In dit geval heeft Willem het geboekt en heb ik inderdaad gezegd van, doe maar gewoon, we zijn er nu toch. Zo is het volgens mij gegaan. Het punt is namelijk, we hebben ook wel een rekensommetje gemaakt. Dat hebben we wel gedaan. Van oké, als we willen op die dag echt op zich alles doen. Dus we willen niet alleen entree hebben, maar we willen sowieso ook express erbij hebben. We willen daar lekker eten en drinken. Je moet parkeren. En we wilden eerder Super Nintendo World in. Dat sommetje allemaal bij elkaar. Als je dat allemaal zeg maar tegen de maximale prijs doet, dan haal je die VIP Tour er makkelijk uit. Ja. Dat was ook een klein beetje onze verantwoording van, we willen het toch doen, dus doe maar. Weet je wel, dat is heel erg naar jezelf toe geredeneerd, maar dat hebben we wel gedaan. Ja. Want als je al gaat rekenen, een valet parking los kost al $70 in Hollywood. Ja, en eten en drinken is gewoon hartstikke duur. En die Unlimited Pass, die kost voor mij ook tussen de $80 en $100. Ja, het is een geweldige deal. Ja, het is natuurlijk heel veel geld, $349, maar het is een goede deal. Ja, maar als je valet parking is een beetje onzin hoor. Want ik parkeer net zo goed mijn eigen auto en dan loop je 100 meter verder. Lekker belangrijk. VIP vandaag, dus we gaan jou als VIP gaan we jou behandelen. Ja, we hebben net ook je smart hebben we weggezet. Dus dat hebben ze daar ook voor je gedaan. Ja, ik vond niet meer dan normaal dat ik gewoon sleutels gewoon afgeef. Ik had niet anders verwacht. Ja. Ik bedoel, dat was prima. Maar parkeren kost sowieso veel geld. Dus daar hadden we wel rekening mee gehouden. Prima. Oké, dus wij bij die VIP-ingang naar binnen kregen expresspas. Wij hop naar Super Nintendo World. Daar gelijk Mario Kart gedaan. Ik wilde eigenlijk eerst gewoon de wachtrij doen. Want ik wil die wachtrij gewoon ook beleven eigenlijk. Ja, snap ik.
wij liepen erin, maar dat liep toch al wel vrij snel vast. Toen dacht ik van, ja, wat doen we nu? Wat is nu handig? En toen zijn we nog even een stukje teruggelopen. Onze expresspas laten zien, ja, dan moet je hier even de trap op. Maar dan loop je eigenlijk langs de hele andere wachtrij. Dus je loopt gewoon door. Dus je pakt een heel groot deel van de wachtrij, pak je gewoon mee. Niks aan de hand. Een soort single rider experience. Nou ja, dat is het een beetje. En dan kom je eigenlijk uit in de laatste twee wachtruimtes, waar je ook wat uitleg krijgt over hoe de ride werkt en dat soort dingen meer. Dus we hebben de attractie toen één keer gedaan, verder goed in het gebied rondgekeken en vervolgens zijn we terug het park ingegaan om andere attracties alvast te gaan doen voordat de VIP-tour zou gaan beginnen. Nice, nice. Hoeveel attracties heb je kunnen doen voordat de tour begon? Even kijken. We hebben Transformers gedaan. We hebben de Mummy volgens mij al een keertje gedaan. Maar we hebben ook, en dat klinkt misschien gek, maar waar ik het meest naar uitkeek bij het hele park was de tour van de studio's. De tramtour. De tramtour, ja. Ja, en je gaat met een VIP experience, komen we zo meteen ook wel even op, ga je in een apart busje, ga je overal langs, mag je ook op sommige plekken uitstappen. Maar ik wil hem ook meemaken op een normale manier, want dat is en toch de highlight van het park. Er wordt zoveel verteld. Dus Willem en ik hebben gewoon die tour ook gedaan. Dus daar ben je gewoon wel met... Jullie waren kapot. Inlopen uit. Nou ja, dat niet. Maar was je eigenlijk al een uur verder. Maar ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan. Want daardoor heb ik op een dag twee keer de tour kunnen doen. Wat voor mij wel echt absoluut het hoogtepunt van het hele park was. Ja. Nou, dan kom je heftig overprikkeld. Kom je al aan weer bij... Bezweet. Bezweet kom je aan bij de dame van de tour. Het was wel echt zo van, oh ja, we hebben nog 5 minuten, dan moeten we ons melden. Hop, hop, holle, holle. Maar dat is allemaal gelukt. Dus we hebben flink wat attracties gedaan. En toen zijn we naar de registratiebalie weer gegaan. Laat je pas nog een keertje zien. Word je boven opgevangen in een soort lobby of lounge. En daar staat allemaal lekker ontbijtachtig eten. Dus een soort buffet staat er met kleine canapés, noem het volgens mij. Vers fruit, yoghurtjes, koffie, thee, andere drankjes. En dan ga je zitten. En op een gegeven moment... komt de tourguide, er loopt een aantal tourguides rond, gewoon met namen, dus noemt je naam. Nou goed, oké, ik ben je tourguide voor vandaag. We wachten nog even op de rest van de groep. Nou, we hadden in onze groep nog, vier of vijf andere mensen die ook met de hele detailsreis mee was. Oh, ja. En nog een aantal Amerikanen. Dus ik denk dat we een groepje van 10 of 11 man hadden uiteindelijk. Oh, dat is best wel oké. Dat is echt prima. Dus nou, we hebben ons eerst helemaal volgestopt met eten, hartstikke leuk. En toen werden we meegenomen door een guide. Ja, dat is heel slecht, ik ben zijn naam vergeten, maar was een vrij jonge jongen, maar dat merkte je vanaf... We noemen hem in dit geval Jorn. Mag. Ook nog even om die ogen uit te prikken van... heel goed. Dat was echt... Je merkte vanaf minuut 1, oké, hij is hier om ons te verzorgen, ons in de watten te leggen en ons een fantastische dag te geven. Het enthousiasme van deze guide en de hoeveelheid... filmfeitjes die hij op elk moment maar naar buiten gooide, was zo leuk. Dat maakte die tour eigenlijk, laat ik het zo gaan zeggen. En hij was heel, heel behendig in het bij elkaar houden van de groep. Maar ook op het moment dat je even een foto wilde nemen, dat hij op een hele slimme manier de andere mensen even afremde. Dat liep gewoon heel, heel soepel eigenlijk. Nou, en dat vind ik op zich, ik vind dat dan tof om te horen. Maar ik weet ook, ja, jij bent wat gewend. Hè? Jij bent de Disney service gewend. En dan niet van die Parijs, maar inderdaad Anaheim of Orlando. Ja. Verhoudt zich dat dan een beetje op hetzelfde niveau qua enthousiasme, qua kennis, qua representativiteit? Ik hoop dat er niet al te veel detailsluisteraars luisteren. Ik hoop het eigenlijk wel, want die verdienen ook deze leuke podcast. Maar we hebben ook een tour gedaan door Main Street in Disneyland. Dat was veel meer gesugarcoat, veel meer een corporate verhaal dan dit was. Dit was en heel, heel veel weetjes... Het was en grappig, maar hier en daar ook een lekkere punt, zoals je wel kent, van Universal naar Disney. Maar ook juist een verhaal over Walt Disney in Universal Studios vertellen. Dus dat was totaal geen taboe. Dus je kreeg hier eigenlijk wel een heel breed beeld over de filmgeschiedenis die in Hollywood plaats heeft. En ja, dat vond ik echt heel bijzonder. Dus er waren geen taboes, er werden foute grappen gemaakt, er werden hele nette grappen gemaakt, maar er werd vooral heel veel leuke feitjes werden verteld. En dat was echt super tof. Oh, nice. Mooi om te horen. Mooi om te horen. Ja. Hey, en dan, je bent door Jorn ben je opgehaald met het kleine busje. Normaal gesproken gaan er maximaal 18 mensen volgens mij
In dat busje? We hebben eerst nog, voordat we de tramtour hebben gedaan, zei je van oké, we delen de dag als volgt in. We gaan eerst naar een lower lot. Eigenlijk het deel dat Willem en ik al helemaal gedaan hadden. Ja. Want we gaan eerst naar Nintendo World. We gaan nog een keer de Mummy doen. We gaan Jurassic Park doen. Sorry, Jurassic World gaan we doen. Ja, ja. Dat hebben we allemaal met die groep eigenlijk gedaan. Voordat we de tramtour zijn gaan doen. En dan is het wel zo, je hoeft niet door de wachtrij heen, toch? Ze zetten de hele attractie stil voor jou. Ja, maar dit is echt gênant. Dit is echt gênant. je mag dus door de express, de express pass line, mag je. Maar op het moment dat daar mensen staan te wachten, loopt de guide loopt vooruit met een soort parapluutje omhoog. Excuse me, VIP is here. Dus de mensen die al grof geld hebben betaald voor express, die moeten nog een keertje opzij om jou echt helemaal naar voren in de rij te brengen. Nou, het was heel leuk, want het was ook super gênant. Oh, jij bent niet gaan zwaaien iedereen van hier ben ik. Nee, nou wel lange neus en zo, dat ja, wel. Ja, okay. Maar niet. Nee, maar dit zou niet goed zijn voor mij, hoor. Dit. Ik zou de hele dag met mijn zonnebril op, een soort van semi onherkenbaar doen. Ik zou zo naast mijn schoenen gaan lopen. Maar ik werd toch wel heel erg herkend in Hollywood natuurlijk. Dus ja, niet dat erg snap op zo'n ik. Dag. Ja, dat is dan. Het is wat je zegt. Je voelt je wel een beetje gesneerd. Aan de andere kant, je ziet veel meer van die groepjes lopen. Dus, want het is gewoon, wat dat betreft, het is gewoon een bedrijf. Hè. Elk kwartier of elk half uur vertrekt er een VIP-groep. Dus je ziet ze over in het park rondlopen. En het is gewoon business as usual. Ja, wel bijzonder is dat. Ja, maar dan is het echt, en het is ook kluisjes, niks ervan. Je geeft je rugtas af aan de tourguide. Die loopt met 10 of 11 rugzakken loopt die om zijn schouders. Die stapt, die wacht bij het uitstappen van het ride vehicle. Staat hier op iedereen te wachten om je tas te geven en weer door naar de volgende attractie. Ja, dat is echt wel heel, heel tof. Ja, al bijzonder. Nou, dan heb je al die attracties heb je gedaan. Dan is het dan tijd voor lunch alweer? Ja, we hebben toen gegeten. Ik moet even dat nakijken, want wij gingen eten in de upper lot. In de French Street Bistro. En daar was een fantastisch buffet. Warm, koud, maar echt luxe gerechten. Echt supergoed eten. Allerlei soorten keukens. Frisdranken, alles wat je maar wilde. Ze hadden daar zo waar een chocoladefontein voor op de aardbeien. Echt waar. Dus Colin Coral, niet French zo hard uit. Hoe heet dat? Le Golden Coral? Le Coral d'Or. Ja, Le Coral d'Or. Ja, precies. Nee joh, maar dit was fantastisch. En daar heb je ook een klein terras buiten waar je kon zitten. Daar kon je lekker lekker gaan eten dan. En daar kwamen ook characters langs. Dus daar kwam, ja, ik ben heel slecht in namen van alle films, maar daar kwam Doc uit Back to the Future. Ja. Heet hij Doc? Doc Brown. Ja, Doc Brown. Ja, okay. Doc Brown, dat was het. Die kwam langs. Even denken hoor. Het waren echt iconische karakters. Ja, als je daarboven loopt, vaak Dracula en Frankenstein lopen vaak rond. Marilyn Monroe loopt vaak daarboven. Dracula was er, Marilyn Monroe was er, maar er was nog, ik kom eventjes niet op haar naam, zo'n hele klassieke actrice ook. Marilyn Monroe? Nou, hè? Nee, ja, die sowieso, sorry. Maar er was nog iemand. Audrey Hepburn? Nee, die niet, maar wel zo'n soort naam. Ja, weet je wel, dat, die je wel gelijk herkent. Ik weet niet, maakt niet uit, maar die liepen daar dus rond. Die komen echt uitgebreid een praatje aan tafel bijhouden. En de manier waarop zij improviseren, en je weet, die moeten 100 keer per dag hetzelfde praatje doen. Maar het blijft wel authentiek en blijft echt goed. Ik vond het zo tof gedaan. En het is aan de ene kant wat ongemakkelijker, omdat het niet een karakter is met een groot masker op, zeg maar het is gewoon echt een persoon, weliswaar helemaal geschminkt en in karakter van het personage dat ze vertegenwoordigen. Dus soms voel je een beetje opgelaten, maar aan de andere kant, het was wel heel tof, want dit zijn wel de mensen waar rijen voor staan om op de foto mee te gaan. Ja. En die komen hier lekker aan je tafeltje even langs. Was het ook niet zo dat in de waar je deze lunch hebt, dat er ook, dat is een beetje de verkooptruc erbij, dat ook de chef komt vertellen, et cetera? Nee, dat zie je in al die filmpjes, dat ook de chef hier je ontvangt en... Was er wel een cherry on the applesauce? Dat zal ongetwijfeld wel. Maar, wat was de kwaliteit van het eten? Heel goed. Ja, echt heel goed. En ze hadden Aziatische keuken, ze hadden Europese keuken, Amerikaanse keuken. En overal, pak maar wat je pakken wil. Maar ook niet grote bakken, grote schalen. Nee, het werd echt elke keer in kleine porties neergezet.
Het was gewoon echt heel goed. Echt zijn geld meer dan waard. Het was fantastisch. Ja, dat is, zeg maar, als je normaal zou gaan eten, dan zou je gewoon $50-$60 bij wijze van spreken minimaal moeten aftikken. Zeker, zeker. Want er stond ook een koelkast. Daar kon je gewoon van die lekkere San Pellegrino limonata en dat soort drankjes was er, ja, ook allemaal. Weet inderdaad. Je wel? Oh, dus dat wel lekker. Het is gewoon echt goed geen, gedaan. Geen blikjes Fanta. Echt uitstekend. Zeker niet. Nee. Dat klinkt goed. Nou, en dan, ja. heb je het buikje vol zitten. En dan ga je uiteindelijk toch naar de tram toe. Zeker, ja, dat hebben we gedaan. En waar je dan eerst de grote wachtrij hebt voor de grote trams, loop je ietsje door. Daar heb je een klein afgeschermd gedeelte en daar zijn de VIP-tours. En dat zijn busjes waar denk ik een man of 20 in totaal zo in kan. Je zit wat comfortabeler, lekker leren stoelen met dus je gids voorin. Maar wij werden hier wel met twee groepjes bij elkaar gezet. Dus vandaar inderdaad dat je ongeveer aan 20 man komt. Dus je had ook twee tourguides die voor in de bus plaatsnamen en die dus om en om een deel van het verhaal vertelden. Oké. Dat is weer efficiënt. Want het is echt live tourguide. Want bij de normale studiotour is natuurlijk een deel wat op het scherm met volgens mij Jimmy Fallon nu nog wordt gedaan. Ja. En een deel de daadwerkelijke live tourguide die nog wat facts en figures vertelt. Maar dit is echt gewoon alleen maar live on the spot. En dat is wel een deel van het verhaal wat je ook in de normale tramtour ziet, wat we dus die ochtend hadden gedaan. Maar hier nog veel meer feitjes en kon je ook even vragen stellen. Dus er was veel meer interactie. En je had gewoon daardoor gewoon een betere ervaring. En je zit veel comfortabeler. Dat was natuurlijk ook heel prettig. Ja. En kon deze tram ook letterlijk alle platformen op waar de andere tram ook op rijdt? Want je hebt heel veel waar de hoofdtram, zal ik maar zeggen, inklikt voor de effecten. Ja, de King Klopt, Kong. Je hebt King een aantal... voor King Kong, maar ook Fast and Furious. Nou, King Kong is nog een deel, hè? Of Kong, hè? Heet het nu, hè? Ja, Kong 360 en, 3D. Ja, zoiets heet het. En je hebt natuurlijk een stuk Fast and Furious, wat in Orlando een aparte attractie is, hier onderdeel van de tramtour is. Daar bieden we nog wel onze excuses voor aan, sorry. Ja, dat is helemaal niet erg. En je hebt het stuk over van Earthquake. Dat is ook zo. Ja, natuurlijk. Ja, allemaal drie tunnels, als het ware, waar je de film beleeft. En ook dit busje klikt daar als het ware in en beleeft hem helemaal. Maar eigenlijk is het dan die hele hal alleen voor jullie busje? Klopt. Ja? Oh, dat is wel gaaf. Ja, zicht. Ja, maar helemaal bij de Earthquake zijn die vrij lang. Dus daar gebeurt aan alle kanten iets. En daar moet je wel even een beetje goed kijken. Maar je zit op zich altijd beter dan in een normale tram. Omdat hij parkeert sowieso in het midden. Dus dan heb je echt uitstekend zicht. Ja, je hebt het perfecte view heb je natuurlijk. Klopt. Ja. Klopt. Ja, heel vet inderdaad. Heel vet. Wat natuurlijk een unieke feature is van de VIP-tour ten opzichte van de normale tour, is dat je mag ook uitstappen. Zeker. Ja, en we zijn op drie plaatsen uitgestapt. Er is één scène waar een beetje een Europees stadje is nagebouwd, maar waar ook heel veel echt hele vroege horrorfilms bijvoorbeeld zijn gefilmd. Ja, de European Streets is onder andere Frankenstein en dat soort dingen allemaal. Klopt, ja. En er zijn veel meer bekende series ook opgenomen. Nou, daar mocht je gewoon lekker door die set heen lopen. En elk hoekje werd besproken. Hier kwam Jack Sparrow uit de kroeg, vlak voordat hij in gevecht ging met. Want dat is gewoon een Universal opgenomen deel. Ja. Bepaalde horrorfilms inderdaad. Echt elk hoekje werd gewoon aangewezen. En dan voel je zeg maar echt de historie van de film, voel je dan tot je komen. Ook al ken je de films niet, de manier waarop de tourguide dit brengt, is echt super. Ja. Zo ontzettend leuk om dat te zien en mee te maken. Verder zijn we uitgestapt bij de scène Steven Spielberg film waar de grote vliegtuig gecrashed is. War of the Worlds. Ja, daar gaan dan ook allerlei sirenes af en rook komt erbij. En dan zie je, en tussentijd zie je dus andere trams die gewoon voorbij rijden. Ook in je zit te kijken wat doen die mensen daar op die set. Maar super tof om te zien. Je krijgt alle tijd om foto's te maken en om daar middenin te staan. En als laatste zijn we uitgestapt in een warehouse eigenlijk, waar heel veel props stonden. Oh. En een aantal bekende props, maar ook heel veel gewoon bureaus, glaswerk, servieswerk uit allerlei films. Dat was mooi. Oké, leuk. Dat heb je hier op Mediapark in Hilversum ook. Ja, inderdaad. Maar niet op Courthouse Square dus, helaas.
De Back to the Future. Daar was een opname in voorbereiding en daar mocht het niet uit. En dat vonden heel veel mensen echt wel heel erg jammer. Vond ik ook, maar goed, ik ben er twee keer heel dicht langs gereden, dus dat was oké voor mij. Ja. Maar dat was wel jammer dat niet... Ik zou graag bij het Bates Motel willen uitstappen. Oh ja. Dat is ook een heel mooie plek. Dat is achter de War of the Worlds set. Ja, dat ligt dat heel dicht bij elkaar. Maar ja, daar is bij elke tram echt een acteur bezig. Dus ik denk dat niet kan om een beetje de magie te Dat is niet handig. Ja, wat ik echt heel tof vind natuurlijk, is dat het is echt een werkende studio. Hè? En inderdaad, wat je al zegt, ook Disney films worden opgenomen. Universal heeft een van de grootste backlots daar. Dus alle filmstudio's gebruiken dat stuk ook natuurlijk voor allerlei soorten films. En inderdaad, sommige delen van de backlot zijn gewoon niet toegankelijk, omdat daar op dat moment net een film of net een videoclip of een serie of iets wordt opgenomen. Ja, precies. Maar een ander deel van onze reizigers, die dus in een andere tourgroep zaten, die zijn bijvoorbeeld uitgestapt bij de Jaws-scène. Oh, serieus? In Amityville, aan de achterkant. Dus die hebben dat allemaal van die kant. Yeah. Ja, daar was ik wel een beetje jaloers op. Ja, dat is zo'n toffe scène ook. Maar dat is eigenlijk helemaal niet echt een leuke scène, hoor, daar. Nou, ja... Ik vond het om mee te maken wel, hoor. Ja, maar dat zou ik en niet per se willen. En je hebt natuurlijk die waar Desperate Housewives ook onder andere... Ja, Wisteria Lane. Wisteria Lane. Die straat. Ja, daar zijn we gewoon naartoe doorgereden, maar dat is een... Is ook vaak, wordt nog steeds heel veel gebruikt voor commercials, et cetera. Dus niet dat je vaak daaruit kan. Voor mij, World of the Worlds is echt een vaste spot. Oké. En die andere is een beetje, net zoals met van Back to the Future... Dat maar net waar ze uitkomen inderdaad. Ja, wat net kan die week of die dag. Maar dat ik vond het op zich wel prima, hoor. En uiteindelijk, deze tour duurde ook best lang. Want die duurt langer dan de normale tramtour. Ik denk dat je hier toch snel anderhalf of twee uur wel bezig bent. Oh, dat is wel... Ja, op een gegeven moment is het ook wel mooi geweest. Want we hadden natuurlijk ook zo'n soundstage geweest toevallig. Ik heb wel eens gezien bij andere mensen, die zijn dan in zo'n soundstage. En er was dan toevallig net zo'n sitcom set stond er dan bijvoorbeeld opgebouwd. Nee, nou, wij mochten even bij een deur naar binnen kijken hoe enorm groot het is. En hoe fantastisch het is en hoe ze dat allemaal vooraan bereiden waren. Als je het hebt over mensen die kabels kunnen organiseren, dan kunnen ze dat daar allemaal kratten met kabels. Maar hoe dat lag, dat was met een precisie waar je eng van werd. Maar we konden helaas niet naar binnen toe. Oh, dat is jammer. Nee, dat was echt wel... Ook al toen je zei, I'm from details, dit en dat, nog steeds... Ik heb alles gezegd, ik heb jullie namen genoemd. Oh. Nou, toen ging de deur een metertje verder open, maar daar bleef het wel bij. Ja, dat klopt. Ja, ze belden nog van, joh, kennen jullie die man? Ik zei, nee, ik heb geen idee. Hoor. Ja, nee, nooit wel gehoord. Ja, laat maar gaan. Nee, maar ja, dat... Ja, hey, en is er dan ook, hè, want dan op een gegeven moment kom je een beetje aan het einde. Nou, ik denk dat hij zichzelf hetzelfde eindigt een beetje als de normale. Dus dat je toch Fast and the Furious per se moet beleven. Maar toch werd hij ook in ons busje twee keer, zowel bij de gewone tour als bij de VIP-tour, werd hij echt prima ontvangen, hoor. Ja. Want smaak is ook smaak. Nee, maar daar, kijk, je rijdt hier gewoon door. Ja. Niet apart van in de rij. Het is gewoon... maar dat is het ook. En het is eigenlijk min of meer dezelfde attractie als Kong. Ja, daar zeker. Hè, grote schermen aan beide kanten van de bus. En gewoon dikke vette actie. Nou ja, prima. Totaal ongeloofwaardig en het zal allemaal wel, maar prima. Ja. Uitstekend. Hey, en dan rijdt hij weer terug naar het stationnetje. Is er dan ook nog iets speciaals wat ze voor je doen? Of is het dan gewoon van, nou, bedankt voor je bezoek. Don't forget to tip the driver en succes? Want daarna zijn we een aantal attracties op de Upper Lot gaan doen ook. Met de groep. Oh. Ja, dus we hebben 's ochtends, sinds aan het begin van de tour dus de Lower Lot gedaan. Zijn we gaan eten, de tramtour. En daarna hebben we een aantal attracties op de Upper Lot gedaan. Dat komt natuurlijk ook allemaal via die... Super Mega Express met de tour guide doen. En ik denk dat we in totaal pas om 17:30 of zo klaar waren. Oh, wow. Dat is wel een lange dag. Ja, ik denk echt wel dat we nou 5,5-6 uur of zo zijn we onder ons hoede genomen. En je hebt de beste dark ride, de verkozen beste dark ride van het afgelopen jaar heb je kunnen doen. Je bedoelt Secret Life of Pets? Ja. Heel leuk, maar niet de beste. Oh, nou, nee, ja, ja, ik had heel, de awards nee, zijn anders. Je, ja, dat zal best. Nee, maar ik, hij is heel leuk en heel leuk om weer eens zo ontzettend veel animatronics in een dark ride te zien. En zoveel vrolijkheid. Het is fris, het is fruitig. Het is vermakelijk, je moet erom lachen. Maar ik vind een dark ride nog wel leuker als hij ook nog iets donkerder is. Dus als die, als er een beetje avontuur nog in zit. Ja, maar goed, ik ben van old school...
Haunted Mansion, Pirates, ja, dat zijn voor mij. Wij ook, dus wij dit ook. Is anders. Maar, voor ons hè, is dit eindelijk weer een normale dark ride met animatronics. Die hebben we sinds E.T. niet gehad. Dus, nee, klopt. En leuke animatronics. En er zit... En je kunt hem makkelijk 2-3 keer doen, deze attractie, want er valt gewoon overal wat ja, te zien. Ja, vind je gek? Je mag overal doorlopen als VIP. ook dat. Nee, maar hij zit zo stampersvol, deze attractie. Dus je kunt elke keer wat nieuws ontdekken. En dat is wel echt heel erg leuk. Ja, dus ik vind het een zeer vermakelijke, goede attractie. Ik heb gehoord dat je kunt in theorie kun je hem geloof ik 8 of 9 keer doen. Als je dan elk character probeert te volgen tijdens zijn reis, dan zie je dat elk character een eigen... avontuur beleeft eigenlijk gedurende de hele attractie. Oh, wauw. Okay. Dus dan kun je hem iedere keer anders doen. Ja, maar goed. We hebben hem gewoon 1 keer gedaan, volgens mij. Ja. Ja, ik denk altijd weer aan eten. Dus jullie hebben in het ochtend een ontbijt gehad, in de middag een lunch. Er is geen... Ja. Daarna is, want je zit best een lange tijd erin, daarna is geen diner of een soort snack op het einde of iets. Het is gewoon het einde van de tour. Schaaltje, is ook het einde van je VIP-experience. Nee, we zijn wel aan de Butterbeer gegaan, natuurlijk. Oh, ja. Lekker, ja. Ijskoud butterbeertje. En mijn vrouw was ook nog mee op de reis, maar die was niet mee naar Universal. Maar die had me 1 ding om hard gedrukt, neem een butterbeer voor mij mee. Dus ik heb een dopper gevuld met butterbeer. Serieus? En die heb ik zo'n thermo? Zo'n thermo ja, zeker. Het is wel zo, kijk, de prik gaat er wel af. Dus dat is wel jammer. Maar het marshmallow fluff bovenop, dat was nog intact gebleven. Dus dat heb ik zeker meegenomen. En zelf natuurlijk ook gedronken. Ja, superlekker. Ja, heerlijk. Ja, dat is een must-do, absoluut. Genieten. Ja, dat blijft toch de meest iconische pretparkdrank op dit moment. Ja, ik wil nog even een correctie maken. In het Universal Park wel, ja, klopt. Ik wil even een correctie maken. Ik zei net $349, het is $379. Nou, ik kan me niet voorstellen dat wij dat betaald hebben. Wij hebben gewoon volgens mij nog 2022 prijzen betaald. Ja, het is nu $379. Jullie kregen een reisbureau discount hè, met Florifida. Zeker niet. Maar ik maakte mezelf bewijs dat het echt minder was. Dat lijkt me veel beter. Ja, okay. En weet je wat het is? Ja. Uiteindelijk, je hebt geweldige herinneringen gemaakt. En daar kun je geen prijs op zetten. Nee, dat is het. Maar dit is niet iets wat je even met je gezin doet. Kijk, ik was nu alleen. En dan, ja, het is heel egoïstisch misschien, maar dan, oké, dan zit je daar wat makkelijker overheen. Als ik daar met mijn hele gezin was geweest en ik had 4 keer moeten aftikken, ja, sorry, dat gaat even niet gebeuren. Nee. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Nee, maar dat is ook logisch. Het is wel serieus geld. Nee, wat ik gewoon zielig vind, zijn gezin zat in de auto op de parkeerplaats. En dan komt hij aan met zijn thermosflesje van dit hartje kunnen hebben. Maar die zijn wel netjes door een valet zijn die op die parkeerplaats gezet. Ik wil net zeggen, die zijn op een hele vriendelijke manier bij ze in de auto gestapt. En die heeft ze netjes naar het parkeervakje gelaten. Jongens, even wachten, papa is over 8 uurtjes terug. Nou, op zich niks aan de hand. Nee, het kan. En Ralf heeft gedurende zijn hele trip heeft hij foto's doorgestuurd, heeft hij filmpjes doorgestuurd. Ze hebben zich ook niet hoeven vervelen. Wish you were here, zet hij die steeds erbij. Ja, precies. Ja. Nee, hoor, met zo'n hartje ook elke keer, weet je. Nee, prima. Ja. Dus dat is... Maar dat was echt... En toen de tour is afgelopen, toen zijn we nog heel snel gaan hollen om de laatste voorstelling van Waterworld mee te maken. Want die wilde ik per se zien. Ja, ja, ja. En toen zaten wij... ook nog op een soort gereserveerd deel voor mensen die de VIP-tour hebben gedaan. Oh, echt waar? Wel in de splash zone of dat niet? Daarboven. Maar er waren echt mensen die gingen heel bewust in de splash zone zitten en bij elke splash hun armen breed uit en met harde kreten die dat water in ontvangst nemen. En vind ik een SeaWorld dat zo mooi. Die mensen helemaal vooraan gaan zitten, dan denk ik, oh. Ja. Ja. Nee, maar dit was echt een toffe show. Dit vond ik zo gaaf. Hier keek ik zo ontzettend uit, omdat ik al toen ik nog op themepark.nl zat en de mensen die toen naar Amerika toe reisden en foto's van deze show namen. Ja, dit moet ik een keertje zien. Dus het was voor mij echt een must-do. Ja. En niet teleurgesteld. Ik blijf ook zo gek dat dit is, denk ik, het enige... als je kijkt, Orlando is het enige Universal Park zonder die Waterworld Show. Ja. Alle andere parken hebben hem. Dit vind ik echt zo'n gemis. Terwijl aan het weer ligt het niet. Nee, dat is echt bizar, ja. Ja, jij hebt hem, jij hebt hem ook niet. Ik heb in de wachtrij gestaan. Jij hebt in de wachtrij gestaan. Het was door slecht weer geannuleerd. Dat is zonde. Wat ik wel heel grappig vond, hier alle acteurs ook aangekondigd met namen en rugnummers. Ja, die hebben allemaal in de serie gespeeld, toch? In welke series, in welke films. En na de shows staan ze bij de uitgang om met iedereen nog op de foto te gaan, handtekening te geven. Dat is wel weer het leuke aan Hollywood. Ja, maar dus jij hebt het lijk gezien uit Law & Order seizoen 3, aflevering 6. Precies. Kijk, en je betaalt iets extra, maar dan heb je dat wel. Ja, dan dit pakt niemand je meer af, die herinneringen. Nee. En inderdaad, het kost wat meer, maar ik denk wel... Ik heb dit verhaal van jou heb ik al eerder gehoord en ik hoor het nu weer. En dan denk ik, als ik daar ben, dan wil ik dat toch ook gewoon. Dit vind ik wel een must-do.
Het is in ieder geval sowieso een once in a lifetime ding. Wat je eigenlijk gewoon als liefhebber moet doen. Ja, ik denk wel dat het gemaakt of gebroken kan worden door de gids die je hebt. En hoe goed hij of zij is. Maar ik heb eigenlijk van iedereen die hem gedaan heeft. Want het is bijna gênant vooral. Maar heel veel reisgenoten hebben deze tour geboekt. Ik heb eigenlijk van iedereen positieve verhalen gehoord. Nou, dat is mooi te horen. Vind ik echt mooi. Ja, ik vond tof dat we op deze manier toch een beetje de tour hebben gedaan. Ja, ik heb hem toch een beetje... We zijn goed warm gemaakt. Ja. En weet je, het is, stel nou dat ik denk straks, ik wil dit wel gaan doen. Dan kan ik ook bij Ralf terecht. Dat kan ook. Want Ralf, als mensen een reis willen boeken... Dit is niet echt gestudeerd. Ja. Hey, ja. Dit doen jullie, hè? Want ik vind, ja, nee, nee, ja, doen we. Nee, maar we gunnen het jou. Maar, kijk, we zeiden al het begin, Ralf, je hebt Florivida. En je hebt volgens mij voor komend jaar heb je al inschrijving staan... om weer zo'n verschrikkelijk gave reis te maken. Weer in Walt's voetstappen te treden. Die reis heet dus, ook weer in Walt's voetstappen. Ja, alweer in Walt's voetstappen. Alweer in Walt's voetstappen. Maar dat is, hoe gaaf zou het zijn inderdaad voor de mensen die daar naartoe gaan... dat ze dit horen en dat ze ook denken van... nou, dat wil ik ook zo'n tour. Check gewoon florivida.nl. Er staan de inschrijvingen voor de groepsreis. En bij genoeg aanmeldingen of genoeg interesse... dan gaan jullie die kant op. Ja, en ga je niet via Florivida... dan kan je gewoon via de website van University of Hollywood... kan je de VIP experience boeken. Ja. En dan kun je gewoon met elke willekeurige creditcard. Belangrijk wel om te weten, als je kinderen hebt van onder de 5... waarom ga je sowieso naar Universal toe? Want er is daar niks te doen voor die kinderen. Jawel, maar Secret Life Pets. Secret Life. Dan kun je alleen Secret Life Pets. Maar ze mogen niet in de VIP-tour. Nee. Je kunt ook een privé-tour doen. Dus stel dat je echt denkt van... nou, ik laat hem echt even breed hangen. Ik wil alleen met mijn geliefde samen. Dan kan dat ook. Ik vermoed wel dat je dan gewoon 20 keer die 3.500 euro moet aftikken. Waarschijnlijk wel. Maar het kan wel. En ja, inderdaad zijn in principe maximaal 18 mensen per tour. Terwijl normaal gesproken in zo'n bus zit op 2 rijen zit al 18 mensen. Dus zit je met 500 man zit je in zo'n tram. Ja. Maar ik vond, die tramtour is fantastisch. Maar dat je overal lekker bij al die attracties mag doorlopen. Want het kwam ook bij ons alleen maar uit op een zondag in het programma. En het was een hartstikke drukke dag. Dus dat we overal gewoon vooraan in konden stappen, dat was geweldig. En het is echt, het volgende treintje komt eraan, hop, instappen, gaan... uitstappen, tasje erop pakken en weer door. En je gids die noteert ook alle nummers van de foto's die genomen zijn. Die moet je dan wel apart aanschaffen als je wil. Maar goed, dan hoef je er zelf ook niet meer over na te denken. Lekker. Dus je wordt eigenlijk geheel verzorgd. Het is eigenlijk een soort all-inclusive pretparkdag. Ja, want deze tours bieden ze ook aan. Preston Palace, maar dan... Ja. Preston Palace Hollywood. Ja, Preston Palace Hollywood. Ja, maar deze tour bieden ze ook aan in Orlando. Daar kost die 189 euro per persoon. Daar komen nog wel je entree-tickets bij worden opgeteld. Dus betaalt zelf. Alleen deze tour hebben we vaak een beetje het idee... is wel een stuk minder. Want je hebt de bekende studios tour, heb je daar niet bij. Nou, dus... je kunt naar de soundstage waar ze ooit WrestleMania hebben opgenomen. En je kunt Nickelodeon. Je kunt daar waar ze ooit Nickelodeon hadden. En je kunt lopen waar je in principe ook gewoon loopt. In Orlando zou ik het zeker niet doen. Nee, doe hem lekker in Hollywood als je daar bent. Orlando is een pretpark, is een themapark, is fun. En Hollywood, dat is historie. Dat is Hollywood-historie, dat is themapark-historie. Dat voel je gedurende de hele tour. Dat is erg leuk. Dat is eigenlijk wat Anaheim is voor Disney-fans. Dat is Hollywood voor Universal-fans. Ja, qua historie wel. Ja. Het is toch the place where Carl Laemmle started. En nogmaals, zonder dat Carl daar naartoe was gegaan... en daar de Hollywood, de filmindustrie eigenlijk aan de baakmat heeft gestaan... waren misschien de Disney Brothers daar ook nooit terechtgekomen. Was Warner... daar misschien nooit zo groot geworden, was Paramount niet. Dus het heeft echt een hele belangrijke historische... Dat is echt tof, hè. Voordat je al die roltrappen afgaat richting de lower lot... heb je dus uitzicht over die vallei. Over Hollywood. Ja. En dan kijk je dus, hey jongens, daar is Warner Bros. Daar zit Walt Disney Studios. Dat ligt allemaal achter elkaar. Want Universal is eigenlijk op die heuvel en onderaan die heuvel. En dan iets verderop inderdaad heb je Warner. Daarachter ligt dan Disney, Paramount. Ja. Het zit allemaal... en daar kijken we vanuit Universal allemaal op neer. Vanaf de heuvel, hè? Niet echt, vanaf de heuvel. Het zijn trouwens gigantische roltrappen die daar gaan. We gingen op een gegeven moment weer terug naar de upper lot. Dat duurt al een kwartier. Toen heb ik de trappen genomen. Succes. Je was redelijk moe. Ik was behoorlijk moe toen ik boven was, maar ik heb het wel gedaan. Ik denk, stop er eventjes zo'n vinkje, weet je. Dat moet je toch even doen. Ja. Is toch weer die butterbeer weer weggewerkt.
Ja, toch? Ja, en het tof is, daar hebben we het dan in de vorige show over gehad, dat strakjes met de nieuwe achtbaan, die gaat dus om die roltrap heen. Ja, dat zag ik, ja. Heel fijn. Wat wordt nou uiteindelijk het thema? Fast and Furious. Toch, hè? Ja, Sorry. Ja. Fast and Furious. Ja. Oké, okay, goed. Nee. Ja. Dus, helaas. Maar goed. Okay. Nou, Ralf, dankjewel. Ja, vond je dit nou een leuke show en wil je ons een beetje supporten, dan kan je altijd naar de Fooie Pot op onze website gaan, naar www.upperlotpodcast.nl. En wil je meer lezen over ons, gaan naar onze socials, @upperlotpodcast. Ja, en laat vooral een review achter via Spotify, via Apple Podcasts. Vind het leuk. We moeten ook een keertje weer de reviews behandelen. Ja, moeten we zeker een keer gaan doen. En wil je meer weten van Ralf, check Florivida. Of luister natuurlijk naar de nieuwste afleveringen van Details. Want daar zit hij ook in. Ja, nou Ralf, dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt. Yes. Spreek je snel. En tot snel. Hoi. Je luisterde naar de Upper Lot Podcast. Wil je meer weten? Ga naar upperlotpodcast.nl of volg ons op alle sociale kanalen via Upper Lot Podcast.